Wel, niemand verliest graag natuurlijk. En 3-0 zijn wel zware cijfers. En ik denk dat het ook een verdiende nederlaag was. En wat misschien het grootste probleem was vandaag, was vooral als we de bal hadden. Er zat er heel weinig beweging, heel weinig ideeën. Te weinig eigenlijk om aanspraak te maken op punten. Van Lerberg. Dat is knap van Schoof. Schoof doet het. De topkans. 10 minuten voor de rust. Ik denk dat het duidelijk is dat we misschien toch wel een mankement aan doelpunten hebben. En we gaan proberen toch daar de swing in te krijgen. Veel op automatisme trainen om die bal in de 16 te krijgen. En ook omdat we daar ook veel meer zouden présence hebben. Dat is ook ergens een basisregel waar we zeker moeten aan vasthouden. Proberen zo weinig mogelijk weg te geven. Maar vandaag zaten er een paar mooie doelpunten tussen van KV Mechelen. En dan sta je perplex. Maar het is zeker en vast, deze week moeten we werken om zelfs proberen doelpunten te maken. Van Broos gaat het ook doen. Nee, het is een parade van Koeken. Iedereen spreekt natuurlijk dat KVO een heel zwaar programma heeft. Maar elke match moet gespeeld worden. Of het nu tegen Standaard is of tegen Serrain. Het is geen evidentie meer om in eerste klasse een match te winnen. Dus, maar we hebben Hans de week om de juiste analyse te maken en te werken aan onze mindere punten, onze zwakke punten, vooral vandaag aan de bal. Ik vond ook dat we tweede ballen, dus we winnen heel veel ballen in onze 16. We maken ook heel goede clearances, maar er was nooit iemand klaar om die tweede bal te gaan oppakken. En dat zal zeker medegedeeld worden begin het vanmorgen eigenlijk al.